Aan de met vlaggen versierde veerhaven in Vlissingen wachten tal van voertuigen op het ogenblik dat ze achter de auto van minister Algera en via de pas gereed gekomen 52 meter lange toegangsbrug de nieuwe veerpont Prinses Beatrix konden oprijden, die door zijn excellentie officieel in gebruik werd gesteld. Op het rijdek dat in drieën is verdeeld en dat een oppervlakte heeft van 1200 vierkante meter kunnen ongeveer 100 auto's worden geplaatst. De bouw van de Prinses Beatrix was noodzakelijk geworden door de snelle toeneming van het vervoer op de veerdienst Vlissingen-Breskens. Verleden jaar werden bijna 2,5 miljoen mensen en 400.000 auto's overgezet. Maar dat ging, gezien de beperkte capaciteit van de bestaande ponten, niet altijd zonder stagnatie. De passagiers op de Prinses Beatrix zullen zich tijdens de overtocht die 17 minuten duurt kunnen verpozen in de fraaie salons, zoals de genodigden dat nu reeds deden. Minister Algera bekeek met belangstelling de paneelschildering van de Zeeuwse kunstenaar Andries Minderhout. Op de woelige Westerschelde nam de bewindsman toen de Beatrix Breskens naderde het stuur over. Voor de nieuwe veerboot moest in Breskens een speciale haven worden aangelegd, die door het stuk varen van een over het water gespannen lint met vlaggetjes werd geopend. Vlot werd de Prinses Beatrix vervolgens afgemeerd in de zogenaamde fuik, een ligplaats tussen twee betonnen wanden in. Nadat de reusachtige stalen deur waarmee het rijdek gedurende de vaart wordt afgesloten was geopend, verlieten minister Algera en zijn gezelschap de veerboot. De bevolking stond met gemengde gevoelens naar de plechtigheden te kijken. De nieuwe vaarroute die ver buiten het stadje begint, ontneemt aan Breskens namelijk een belangrijke bron van inkomsten, te weten de verteringen van wachtende passagiers. In het algemeen echter beschouwt Zeeland, ondanks het andere nadeel van de verhoogde tarieven, de indienststelling van de Prinses Beatrix als een belangrijke verbetering in de veerverbinding tussen Vlissingen en Zeeuws-Vlaanderen.